Hallo, in deze video gaan we 7 variaties zien op het werkwoord nemen. To take. Nemen heeft veel variaties. Er zijn separabele werkwoorden en separabele verben, maar ook langere werkwoorden. En we gaan beginnen met afnemen. Het aantal verkeersongevallen neemt af. Wat betekent afnemen, dat separabel is? Wel, to decrease the number of accidents in traffic, decrease. Dus afnemen, dat is to decrease. Nummer 2. Hij neemt het cadeau aan. Hij neemt het cadeau aan, dat is hij neemt het cadeau aan met zijn handen. Hier, alsjeblieft, dankjewel. He takes the present. Aannemen kan ook to assume betekenen, zoals in het volgende voorbeeld. Ik neem aan dat je Nederlands studeert. I assume you're learning Dutch or you're studying Dutch. Dus dat is ook aannemen. Dus je moet goed naar de context kijken om te zien welke aannemen het is. Dus aannemen is met jouw handen nemen. Nummer 3. Van wie heb je dat vernomen? Vernomen van vernemen, dat kan niet separabel zijn. Dus ver, dat is niet separabel. Dat is to hear from someone. Ik heb het gehoord of ik heb informatie gehad van iemand anders. Who told you that? Dat zou de goede vertaling zijn. Or you heard it from whom? Goed, nummer 4. Volgend jaar zullen ze meer ondernemen. En ondernemen, dat is ook een variatie op nemen, en niet separabel. Dus next year, they will take more action. Dus ondernemen, dat is to take action, to enterprise, to undertake. Goed, ondernemen en ondernemer, dat is dan een entrepreneur. De volgende, de 5e, gaan we het scenario doornemen. Are we going to go through the scenario? Doornemen, to go through, or to go over. Dus lezen, dat is doornemen. Dat is separabel, dus ik neem het scenario door. De voorlaatste, het concert wordt opgenomen. Opgenomen komt van opnemen en dat is to record. The concert is being recorded. Van opnemen. Maar opnemen kan je ook gebruiken met contact. Bijvoorbeeld, we gaan contact opnemen. We're going to contact someone. Je weet niet wie het is hier. We're going to contact. Dus dat is, dat moet je zien bij de context. Bijvoorbeeld, we spreken over iemand die bij de radio werkt. Oké, we moeten contact opnemen. Dus we moeten contact opnemen met die persoon. Goed, dus dat is to contact someone. Contact opnemen. En een laatste, neem je hem mee? Are you taking him with you? En dat is met mee. Van meenemen. En we gaan meer leren over mee in de volgende video. Dus mee kan je met veel werkwoorden of verba gebruiken. En die video die vind je daar.